Woningen toevoegen aan de woningvoorraad door splitsen en transformeren. Hoe werkt het en waar liggen de kansen? Vandaag een nieuwe kans in Amsterdam-Noord. We gaan het splitsingsproject van Justin en Lianne bekijken. Het eindresultaat, want we hebben een eerdere video opgenomen. Nou, wil je dit eindresultaat zien, het resultaat na verbouwing? Blijf dan even kijken. We staan hier in Amsterdam-Noord bij het splitsingsproject van Justin en Lianne. Nou, dank voor de uitnodiging. Leuk dat we mochten kijken bij jullie eindresultaat van jullie splitsingsproject. Maar voor de mensen die nu voor het eerst inchecken, kunnen jullie heel kort vertellen wat jullie hier gedaan hebben. Voor een splitsingsproject valt het eigenlijk wel reuze mee. Het was één groot appartement, hebben we hem door tweeën gehakt. En ja, we hebben natuurlijk wel geprobeerd om het wat luxer en in het hogere segment te brengen. En daar zijn we nou net mee klaar. Ja. Ja, want jullie hebben dit aangekocht, vergunningen aangevraagd, verbouwd, ja. Gesplitst en nu uiteindelijk verhuurd. Ja, klopt. Oké, mooi. En qua doelgroep, wat hadden jullie voor ogen en wat hebben jullie nu uiteindelijk gekregen? Ja, ik vind het grappig. In het begin riep je de hele tijd starters, toch? Ja. Maar nu hebben we uiteindelijk toch wel voor huur, zijn we toch voor expats gegaan eigenlijk. Ja. Omdat, ja, dat is allemaal iets gunstiger voor ons en je weet dat ze op een gegeven moment ook een keer eruit gaan, dat je het opnieuw kan verhuren of kan verkopen. En omdat je nu natuurlijk die nieuwe wetgeving hebt, dat per 1 juli het voor onbepaalde tijd moet, natuurlijk, ja, wat minder graag mensen die 30 jaar blijven zitten. Ja. Ja, en ik denk ook dat als je kijkt naar vraag en aanbod, dat de mensen waren die de meeste vraag hadden naar dit soort woningen die jullie gebouwd hebben. Ja. En ook wellicht het meest geboden hebben, maar dat weten jullie zelf beter. Maar goed, jullie hebben gewoon gebouwd naar vragen en jullie hebben het uiteindelijk verhuurd, dus gefeliciteerd. Maar voor de mensen die nu voor het eerst kijken, die hebben misschien de video gemist die we eerder hebben gemaakt over jullie. Ja. En dat is de video before, dus de video voordat het verbouwd was. Voor de mensen die nu voor het eerst kijken, kunnen jullie misschien heel kort vertellen hoe jullie het hebben aangepakt met de vergunningen, de verbouwing en uiteindelijk qua verhuur, hoe jullie dat hebben aangepakt? Ja, natuurlijk. We zijn natuurlijk begonnen met een deal vinden. Ja. En nou ja, we hebben natuurlijk heel veel plekken in Amsterdam bekeken. Toen zijn we op deze uitgekomen en dachten van nou, de vraagprijs was iets aan de hoge kant, maar we dachten, ja, vierkante meter prijs klopt. We kunnen er echt iets moois van maken. De locatie is goed. Toen hebben we natuurlijk vergunningen aangevraagd. We zijn daarmee wel een verlengd termijn gegaan, dus dat duurde wel even. Uiteindelijk 8 weken plus 6 weken, dus het heeft 3 maanden geduurd. Toen we de vergunning helemaal hadden, nou, gelijk de sloophamer erin, gelijk verbouwen. En nou ja, nu einde van de zomer is het klaar en tijd om te verhuren. Ja. Ja, nou, dat hebben jullie heel goed gedaan, ook heel snel gedaan, want wat is de totale doorlooptijd? Dit hebben we gisteren nog opgezocht. Het voorlopige koopcontract hebben we getekend op 13 maart. Ja. En we zitten nu, nou, plus minus 13 oktober, maar toch? Ja. Ja, 7 maanden. 7 maanden. Ja, waarvan wel echt de helft vergunningsaanvraag was. Ja. Dus van sleuteloverdracht aan jullie, tot sleuteloverdracht aan de nieuwe huurders, 7 maanden. Gesplitst in tweeën in Amsterdam. Ja. Hoe hebben jullie het aangepakt met de aannemer? Ik ben daar oprecht benieuwd naar, maar misschien kunnen we ook dat doen aan de hand van een rondleiding, want het ziet er heel goed uit als ik over jullie schouder kijk. Ja. Ik denk dat de kijkers misschien ook benieuwd zijn naar het eindresultaat. Ja, nou laten we een rondje lopen. Ja. Nou, Lianne, leuk dat ik hier met jou sta om te kijken hoe jullie dit dus hebben aangepakt. Beginnend met de aannemer, want ik zie eerst hier hele leuke dingen staan die jullie dus gestyled hebben en dingen die jullie bij elkaar gezocht hebben. Maar hoe hebben jullie dat aangepakt met de aannemer? Hadden jullie een vooropgezet plan of heeft de aannemer jullie geholpen met de indeling en de styling? Ja, leuke vraag, want het is een beetje een combinatie van beide. We hebben natuurlijk een plattegrond gemaakt van hoe wij het wouden hebben. Ja. En dat vond de aannemer best een goed plan. Maar toch zei hij op een aantal punten, hey, zou je die deur niet daar doen? Of zou je dit niet zo doen? Of lichtknopje daar, die lampjes zo. En toen dachten we, ja, nou top, want onze aannemer die had ervaring met het splitsen. Wat voor ons dus echt super gunstig was. Omdat hij die kleine foefjes al wist. En dit is ons eerste project. Ja. Dus dat pakte heel goed uit. En die dingen hebben we ook met open armen ontvangen, zeg maar. Die tips en tricks. En uiteindelijk is het dus ook zodoende een soort samenspraak op deze manier geworden. Klinkt een beetje als te mooi om waar te zijn. Want in deze tijd denken mensen vaak van, oh ja, aannemers, weet je, die kan ik niet vinden. Het is allemaal te duur. Kun je daar iets over vertellen? Nou, het was natuurlijk niet goedkoop. Maar,
om maar met de deur in huis te vallen. Maar we hebben gewoon van tevoren een hele berekening gemaakt van hoeveel kost het appartement, wat gaat het opbrengen, hoeveel kunnen we besteden aan de bouwkosten. Maar omdat dit appartement betonbouw is en omdat het eigenlijk vrij makkelijk in twee te splitsen is, vielen de bouwkosten best wel mee. Ja. En de aannemer die wij zochten, die had ervaring met splitsen. Die zag hier ook een kans in. Dus die had zoiets van, nou, dit gaan we doen. En die maakte vrij snel ook tijd voor ons. Ja, nee, mooi. En waar, ja, qua bouwkosten, want mensen zijn vaak benieuwd van, ja, wat kost het dan echt? Kun je misschien globaal vertellen, want je hebt hier twee appartementen gemaakt. Ja. Het ziet er heel goed uit. Het ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Kun je een beetje mensen meenemen globaal wat het ongeveer gekost heeft, deze verbouwing? Dat kunnen we wel ongeveer globaal doen. Ja, ja. nou ja, er zat al een keuken in. Dat is een hoekkeuken, maar die hebben we in het andere appartement neergezet als rechte keuken. Daar kwam bijvoorbeeld de aannemer ook mee. Die zei, ja, dit is een kwalitatief goede keuken, zonder om weg te doen. Dus daarop hebben we al bijvoorbeeld kosten voor een keuken bespaard. Ook hebben we de badkamer in het andere appartement zo gelaten, ietsje verkleind. Dus dat scheelde ook al in kosten. Dus aan dit appartement hebben we eigenlijk alleen nog een keuken en een badkamer hoeven toe te voegen. Wat het dus al gunstiger maakte. En de keuken is bijvoorbeeld wel een tweedehands keuken, maar die hebben we dan helemaal opgefrist, nieuwe apparatuur erin. Maar dat soort kleine dingetjes, dat helpt dan met de bouwkosten. En de bouwkosten in totaal, ik denk dat we ongeveer op een ton uitkwamen met alle dingen. En je moet natuurlijk denken aan brandveiligheid en goede deuren en ja, ook een beetje een mooie vloer erbij. Dat soort, ja, het komt er allemaal bij. Ja, een ton, en dan is het ook zeg maar qua, want jullie hebben het gemeubileerd opgeleverd, zie ik. Ook qua alle meubilair en of dat is het alleen de bouwkosten? Alleen de bouwkosten, ja, dat kwam er nog wel bij. Ja, oké. Okay. Nou, op zich is dat, kijkend naar het eindresultaat wat jullie hebben neergezet voor twee appartementen, want ik zou je kunnen zeggen van ja, 50.000 euro per appartement ongeveer. Ja. Dat zijn niet de allerhoogste bouwkosten. Dat zijn niet de allerhoogste bouwkosten, nee. En dat werkte natuurlijk ook weer door, denk ik, in het uiteindelijke rendement wat jullie hebben weten te realiseren. Dat klopt inderdaad, ja. Okay. Ja, dat is gunstig uitgepakt voor ons. Ja. Oké, Lianne, ik ben nu wel erg benieuwd geworden naar het eindresultaat en hoe je het voor de rest hebt aangepakt. Dus we gaan het je laten zien. Gelukkig, gelukkig. We staan nu een beetje bij het woongedeelte, bij de bank, bij de zithoek. We hebben daar een hartstikke mooie eethoek gemaakt. Ja. Hebben hier de keuken helemaal gewrapt. Een mooi kookeiland bij laten maken. Nieuwe apparatuur. Het ziet er helemaal weer uit als nieuw. Ja, zeker, want dit is dus de tweedehands keuken. Ja. Maar die heb je dus gewrapt. Ander kleurtje gegeven en ook zeg maar het keukenblad heb je laten wrappen, zie ik. Zelfs het keukenblad, ja, zeker. Nou, hij is als nieuw. Hij is als nieuw, hè. Oké. Okay. Ja. Nou, achter de keuken heb je aan die kant de ensuite slaapkamer. Ja. En hier hadden we natuurlijk een dingetje met daglicht. Dus we hebben geen deur gemaakt. Want ik vind het persoonlijk wel fijn dat je wat daglicht 's ochtends hebt. Ja. We kunnen het er altijd nog in laten zetten als de huurder dat heel graag wil. Maar het is niet per se nodig. En we hebben hier een mooie kastenwand neergezet. En de bedden hebben ook opbergruimte. Zodat de bewoner wel genoeg opbergruimte heeft. Ja, nou, erg chic geworden moet ik zeggen. Waar hebben jullie inspiratie vandaan gehaald? We hebben eigenlijk gewoon zitten Pinterest te kijken wat vinden wij mooie stijlen, wat vinden wij mooie woningen. En ook echt naar referentiewoningen gekeken van wat geeft een goede huurprijs, waar zoeken mensen naar, wat wil de markt eigenlijk. Toen kwamen wij een beetje op een algemeen plaatje en met de stijl Japan die passen daar wel heel erg bij. Dus wij hebben ook een beetje in de stijl Japan die zitten verder werken met walnoot accenten eigenlijk. En telkens als wij dachten van ik weet het niet zo goed, ik weet het niet, pakten we de referentieplaatjes erbij en de stijl Japan die. En dan gingen we zo weer verder. Dat ging eigenlijk best goed. Ja, zeker. En het ging volgens mij heel goed. Want wat ik van jullie begrepen heb, is dat het ook in de smaak viel bij de doelgroep. Ja, zeker weten. Er waren bezichtigingen en mensen waren echt super positief over. Ja. Ja, want kun je misschien iets vertellen over het aantal bezichtigingen dat je hebt gekregen en hoe snel het allemaal ging? Want hoe snel ging het qua verhuur? Nou, dat ging ontzettend snel. Ja. We hadden een verhuurmakelaar ingeschakeld en die was komen kijken. Die heeft mooie foto's gemaakt en een filmpje. En dat is op vrijdagavond volgens mij online gegaan. Op dinsdag hadden we 30 bezichtigingen. Zo. Ja, 30. En op, moet ik het goed zeggen, de volgende dag op woensdag hadden we 11 biedingen. Zo. Ja. En waren er toevallig ook
overbiedingen bij? Daar zaten ook overbiedingen bij, ja. Nee, ik vis een beetje, ja. Maar dat vertelt ook dat de doelgroep jullie dus gewaardeerd heeft, ja, in jullie stijl, in hoe jullie het hebben aangepakt en dat de woning in de smaak viel, dat jullie eigenlijk goed naar de doelgroep geluisterd hebben. Ja. En ja, zij waarderen jullie dus met een bod wat en dus marktconform is. Zeker, dus dat was voor ons inderdaad die extra bevestiging dat we gewoon goed bezig zijn en maken wat zij willen. Ja. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, ja. Nee, leuk gedaan, leuk gedaan. Ik ben oprecht nog benieuwd naar, want ik zie daar een hele mooie badkamer. Ja, die kant op is de badkamer van dit appartement. Okay. Dit was voorheen, in het oude appartement, was dit eigenlijk een wasruimte. Oké, okay, ja. Dus hier was de ruimte voor de wasmachine en de droger. Maar zoals je ziet is het best een grote ruimte voor alleen dat doeleinde. Dus wel zoiets van, nou, er is al een wateraansluiting, kunnen we hier een badkamer van maken? En toen heeft de aannemer lekker meegekeken en die zei, ja, dat kan perfect. En het is een beetje, het is niet de grootste badkamer, maar je hebt alles wat je nodig hebt. Ja, zeker. Het ziet er ook vrij luxe uit. Ik bedoel, alles is er. Het is niet heel, ja, het is misschien iets wat smaller, maar het is, ik vind het heel erg goed gelukt. Alles is er, ook weer opbergruimte, een mooie douche erbij. Nou, we hebben een heel goed beeld gekregen van woning 1. Ik ben oprecht benieuwd naar woning 2. Laten we gaan kijken. Yes. Nou, we zijn op een bekende plek, want in de vorige video hebben we dit gemeenschappelijk halletje ook gezien. En klopt. Die vloer is echt mooi geworden, terwijl deze vloer heeft ook een verhaal. Ja, deze vloer die zat er eigenlijk al in. Ja. En tijdens de verbouwing is er van alles overheen gegaan. We hebben gestuukt is er, er is daar wat opgevuld. Dus het was helemaal vies geworden in principe. Toen hadden we zoiets van, ja, maar het is eigenlijk een hele mooie vloer. Het is zonde om dat niet te gebruiken. Ja. Dus we hebben dat hartstikke mooi laten schoonmaken en polijsten. En nu ziet het er weer uit als nieuw. En heb je eigenlijk een beetje op dit punt een andere vloer dan in je appartement, waardoor je toch dat verschil krijgt. En gevoelsmatig is dat veel prettiger. Ja, ja, en ik denk dat dit qua onderhoud ook veel beter is. Het is ook een chique entree, want waar we nu ook staan voor de mensen, voor de kijkers, dit is het gemeenschappelijk halletje geworden. Gemeenschappelijk halletje van het appartement, inderdaad. Ja, dus hier gaan mensen in naar woning 1 en hier naar woning 2. En die hebben ook mooie verlichting gebruikt, ook nummer A en B. Dus dat hebben jullie heel mooi gedaan. Dus, nou, dit belooft wat voor de tweede woning. Laten we gaan kijken bij nummer B. Ik krijg een déjà vu, want hier hebben we een aantal maanden geleden ook gestaan. En toen was het nog allemaal in verbouwing. En toen vertelde ik ook hoe mooi het uitzicht was. Daar het Centraal Station. Dus degenen die hier zo meteen komen wonen, die hebben een heel mooi uitzicht. Maar kun je nog vertellen hoe jullie dit van toen hebben aangepakt naar dit mooie resultaat? Nou ja, toen moest het nog volgens mij geloof ik zelfs gestuukt worden. Lag de keuken nog in delen overal. Moest de vloer nog gelegd worden. Maar op zich is dat voor ons, als dan zeg maar belegger, is dat het passieve gedeelte. Want je geeft het aan de aannemer en die gaat ermee aan de gang. Dus dat viel reuze mee. Voor ons was het af en toe even langskomen om te kijken of het allemaal goed ging. We hebben links rechts wel gezegd, nou, deze vloer of een paar dingen hier laten leveren. Op zich hebben we daar voor mijn gevoel niet heel veel voor gedaan. We hebben natuurlijk het plan gemaakt, de materialen besteld en de aannemer lekker zijn ding laten doen. En hebben jullie het proces als stressvol ervaren? Want veel mensen die dan mij daar vragen over stellen, die hebben al bij voorbaat zoiets van, ja, het werken met een aannemer is heel stressvol. Ze komen hun afspraken niet na, het wordt altijd te laat opgeleverd, het is veel te duur. Heb jij die ervaring ook of kan je het juist ontkrachten? Ik kan het zeker ontkrachten, maar ik denk dat je ook niet uit het oog moet verliezen dat het ook blijft mensenwerk. Hè? En natuurlijk gaat er iets fout tijdens een verbouwing. En ik denk niet dat je daar heel boos om moet worden, maar dat je gewoon samen moet zoeken naar een oplossing en dan door moet gaan. Maar we zagen juist dit oude appartement, wat niet zo fraai was, helemaal elke keer als we binnenkomen een stuk mooier. En was het weer gestuukt, zaten de spotjes erin. Dus elke keer als we hier binnenkwamen, gaf dat juist heel veel energie. Dat je denkt, oh, het begint echt leuk te worden. En dus zeker niet stressvol, misschien juist wel dat we er energie van kregen. Ja, mooi. Ja. Dat zijn de mooie verhalen, dat hoor ik graag. Eén vraag die ik ook nog heb namens andere beleggers, vooral in deze tijd, dat we dus de wet betaalbare huur hebben en dat het Hugo-proof moet zijn, dus boven 187 punten. Klopt. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, die hebben we heel vroeg in het stadium al gedaan. We zaten eerst namelijk heel lang nog op het tweestrijd van, gaan we het verkopen of gaan we het verhuren en cash of cashflow eigenlijk. Ja. En toen hebben we dus heel vroeg in het proces al de puntentelling gedaan. Het hielp ons dat het energielabel A+ had. Daar hoefden we eigenlijk niks aan te doen, dus dat is echt een ontzettend cadeau. En ze zijn niet heel klein. Kijk, in Amsterdam kan je soms tot 18 vierkante meter woningen bouwen. Ja, dan kom je best in de problemen, maar rond de 60 met een goede keuken, goede badkamer, dan schiet het al best wel op. Een vraag die ik nog namens de kijkers heb, namens andere beleggers of andere geïnteresseerden is, hoe kom je aan het geld? Hoe heb je dit gefinancierd? Of heb je het überhaupt gefinancierd? In mijn dromen dat ik dit allemaal zelf kon betalen. Nee, de financiering, kijk,
begint natuurlijk met een goed plan. En nou, ik denk dat we dat wel redelijk hadden uitgewerkt. Uiteindelijk heb je financieel adviseurs, daar kun je bij aankloppen. Degene waar wij mee werken, die heeft vaak ook met splitsingsdeals begeleid. En die heeft 40 banken achter zich staan, dus die kan echt wel ergens het geld vandaan halen. Uiteindelijk heb ik het niet bij een bank gefinancierd, maar bij private investeerders gefinancierd. Dus betaal je iets meer rente, maar omdat het zo'n korte periode was, nou ja, dan is dat oké als je het project maar kan starten. En wat ons heel erg hielp is dat we hebben het laten taxeren, de waarde na verbouwing. We kochten het zeg maar voor 7,5 ton, maar de getaxeerde waarde na verbouwing keek ze weer naar die vierkante meterprijzen. Nou, heel veel referenties. Als we het zo zouden maken, zou die naar 10.000 per vierkante meter zouden gaan. Dus na 120 vierkante meter kwamen we uit een taxatie van 1,2 miljoen. Ja, en dat hielp ontzettend met de financiering. Want als je kan laten zien van nou, ik kan zoveel waarde toevoegen aan een pand, is het ook makkelijker om een wat groter bouwdepot te krijgen en wat grotere lening te krijgen. Dus uiteindelijk, ja, we hebben 150 voor de verbouwing kunnen financieren en 18 voor de aankoop. Nou, het was 7,5, dus ja, we hebben bijna meer dan 100% gefinancierd dus. Ja. Erover nadenkt. Ja. Ja, dat komt dus door, dat begint dus met de deal inderdaad. Als je een hele goede deal hebt, dan kun je dus investeerders aan je verbinden die dus willen investeren in het project. Ja. Ja. Waardoor het eigen kapitaal wat je zelf hoeft in te brengen beperkt kan zijn. Ja. En dat beperkte kapitaal wat je dan inbrengt, daar zit dan een heel hoog rendement op. Klopt. Ja. Dus dat hebben jullie heel goed gedaan. En jullie gaan het nu ook verhuren. Wellicht ook herfinancieren, waarmee je dus met de huurinkomsten, de financiering die er dan op rust, kun je gewoon makkelijk betalen. En dat stuk wat ertussen zit, dat is jullie. Ja, jullie noemen het even jullie cashflow of hetgeen wat jullie overhouden, jullie rendement, hoe je het ook wil noemen. Ja. Maar die houden er in ieder geval wat aan over. Absoluut. Ze hoeven geen medelijden met jullie te hebben. Nee, zeker niet. Zeker. Nee, dus dat hebben jullie heel mooi gedaan, dus gefeliciteerd. Maar terwijl ik hier sta, besef ik me dat we nog niet het hele appartement gezien hebben. Ik heb zelf een hele goede vriend van mij, die woont in zo'n beetje hotelrige woning in Amsterdam. Als je bij hem binnenkomt, kom je eigenlijk bijna, dan sta je eigenlijk in zijn keuken, dus dat is ook gelijk zijn halletje. En omdat we hier met zo'n lange hal zaten te stoeien, dachten we van, oh, nou, knip en plak. Ik had het idee van hem overgenomen. Ik dacht, nou, dat kan ook. Dus we hebben het iets groter gedaan, want we vonden het belangrijk om een mooie grote keuken te hebben. En die hebben we dus hier, nou ja, eigenlijk in de hal neergezet. Waardoor als je in je woonkamer zit, nou, heb je geen last van de rommel van de keuken. Maar toch heb je wel dat als je aan het koken bent, dat je contact houdt met de rest van de woning. Ja, nou, ik denk dat het zeker goed uitgepakt heeft. Want als ik er gewoon naar kijk, het ziet er gewoon sowieso gelikt uit. En ik denk dat jullie heel creatief zijn omgegaan met de oppervlakte die jullie hadden. Dus, ja, klopt. Nou, ik denk dat het goed gelukt is. Ja. En we hebben net al aangestipt dat jullie doelgroep, dat jullie ook gewaardeerd heeft. Dus dat het plan goed uitgepakt heeft. Klopt. Dus dat ziet er top uit. Dus dank voor de rondleiding. Maar ik ben nog steeds benieuwd naar de rest. Ja. Nou, dan is dit eigenlijk het eetgedeelte en het woonkamergedeelte. Grote tv, altijd belangrijk. Ja, zeker. Ja, zeker. En we hebben hem heel slim op een muurbeugel gezet. Dus nou, als je aan het koken bent, kun je hem naar je toe draaien. Als je aan het eten bent, kun je hem naar je toe draaien. Kun je tv kijken. We hebben nog een tijdje over nagedacht om het bed daar te zetten. Zodat je elke dag wakker wordt met het mooie uitzicht. Maar we wilden toch wel eten, wonen, een beetje gescheiden houden van de slaapkamer. Nou, in plaats van het helemaal dicht te timmeren, hebben we dan gewoon met een room divider gewerkt. Dus dan slaap je hier wel, maar heb je wel een beetje privégevoel. En de badkamer, nou, en suite van de slaapkamer. Ja, nee, ik denk dat dit ook een perfect voorbeeld is van echt efficiënt omgaan met de wat kleinere oppervlakte. Ja. Want veel mensen denken dat dingen vaak niet mogelijk zijn op 50, 60 vierkante meter. Maar je ziet dat jullie het gewoon heel efficiënt hebben ingedeeld. Ja. Ik wil jullie hartelijk feliciteren met het resultaat wat jullie behaald hebben. Dankjewel. En jullie ook bedanken voor de rondleiding, dat we before en after mochten zien. En dat je mensen konden meenemen in het proces. Zouden jullie het weer willen doen, zoiets? Zo'n splitsing? Nou, dan kunnen we elkaar aankijken. Ik denk wel heel duidelijk, heel overtuigend ja. Zeker, toch? Ja. Nou, ook omdat het een maatschappelijk doel heeft, denk ik. Dat is daar iets wat met mijn leeftijdsgenoten hoor ik dat heel veel. Bij ons gaan er alle gesprekken op de verjaardag over dat niemand aan huis kan komen. En als je dan hier ziet, kijk, het was een heel groot appartement. Maar als je twee mooie appartementen kan maken, ja, heb je toch een woning er weer bij. En ik denk dat op deze manier, dus niet splitsen van hele kleine hokjes ergens maken, maar gewoon mooie woningen maken, ja, dan voeg je echt iets toe. En ik denk dat dat ook belangrijk is om te blijven doen. Ja, ja. Zeker. Dat is heel goed gelukt. En ik denk ook dat de woning in de oorspronkelijke staat, die verkocht ook niet goed, want die bleef een tijd lang op Funda staan. Klopt, ja. Dus die voldeed eigenlijk niet meer aan de woonwensen, de hedendaagse woonwensen. Nou, dat hebben jullie gezien. Klopt. Hebben jullie gekocht van Funda, iets wat openbaar was. Hebben jullie gekocht, vergunningen gevraagd. Nou, we kennen het hele verhaal. Ja. En jullie hebben dit van gemaakt. Dus jullie hebben iets weer opgedeeld en weer
ja, bewoonbaar gemaakt en ja, in smaak gebracht bij de doelgroep. Ja. En die hebben jullie daarvoor beloond. Ja. Dus nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En we gaan jullie, jullie vastgoedreis, want ik weet dat jullie bepaalde ambities hebben en ook al bezig zijn met volgende projecten. Klopt. Dus ja, wij gaan jullie heel graag op de voet volgen, jullie ontwikkeling daarin. En wij willen jullie heel veel succes wensen met het, in de toekomst. Ja, dankjewel. Nou, ik hoop je graag nog een keertje uitnodigen bij een volgend project. Altijd leuk om te delen. En dankjewel. Ja, graag gedaan. We gaan jullie zien. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een waardevolle video? Vergeet er vooral niet te liken en te subscriben. En ik zie je heel graag weer bij een volgende video.